ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk zegt dat het beter is als Javanen niet meer op de PL stemmen, gezien de samenwerking met deze partner gedaan is. Hij sprak journalisten gisteren voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De politicus geeft aan dat de groep liever gaat stemmen op de ABOP of de partijen NSK, PDO, Nieuwe Stijl KTPI, Democraten van Suriname en Nieuw Suriname, die samen met de ABOP de verkiezingen ingaan. Want ik roep op dat ze voor PL moeten stemmen. Want dat ik samenwerk. Nu roep ik op, wanneer PDO, KTP, Nieuwe Stijl en Groep Joyo, die zijn komen aansluiten bij de ABOP. Dus die mensen gaan nu voor de ABOP stemmen. Dus ik roep alle broeders, Javanse broeders en zusters, om voor deze groep en ook Ronnie Brunswijk hemzelf, die moet stemmen, Jimmy. Want wij gaan door met ze. We gaan ze nooit laten vallen. Ik weet het niet. Ik had hem altijd aan mijn woord gehouden en met de wang Tim Tak was aan meedoen. En ik heb al gezegd, tot daar moet ik door. Dus operatie. Brunswijk geeft verder aan dat het reshuffelen van ministers nog niet aan de orde is. Het naderen van de verkiezingen is volgens hem geen reden om een betere minister op een plek te zetten om zaken beter gedaan te krijgen.